De COVID-19-besmettingen zullen binnen 2 maanden een dalende trend tonen. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid geeft deze prognose op basis van de epidemiologische statistieken en de vaccinatiegraad. De bewindsman zegt dat het in veel landen is gebleken dat wanneer de vaccinatiegraad toeneemt, de infecties ook dalen. En de maatregelen van de overheid die ook wel een effect hebben gehad op de infecties, etc. En ik ben blij dat de cijfers nu een beetje een dalende trend vertonen. Dus ik denk dat we met z'n allen wel tevreden mogen zijn over de wijze hoe het gaat. Alhoewel de druk op de zorg nog behoorlijk groot is. Voor minister Ramadine zijn we goed op weg met de COVID-crisis in het land. Daarom ziet hij niet graag dat de ziekenhuisbonden in actie gaan, omdat de zorgsector in gevaar kan komen. In Suriname zijn er tot en met gisteren 531 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19. Gisteren alleen waren er 9 doden en 204 nieuwe positieve gevallen. De statistieken op de COVID-19.sr-website geven aan dat van de ruim 22.000 mensen die tot nu toe geïnfecteerd zijn geraakt, ruim 18.000 totaal genezen zijn verklaard. Ruim 198.000 mensen zijn ingeënt tegen deze zeer besmettelijke ziekte. En meer dan 36.000 personen zijn reeds volledig gevaccineerd.